Hoofdstuk 10. Zo, nu moet je maar eens kennis maken met de wapens die je zult gaan gebruiken, zei Halt. Ze hadden zojuist het ontbijt achter hun kiezen, al was de zon nog niet eens boven de horizon gekomen. Will was Halt gevolgd toen zijn leermeester het bos inliep. Ze hadden ongeveer een half uur gelopen, terwijl de jager Will voordeed hoe hij van de ene naar de andere schaduw kon glijden, zonder onnodig geluid te maken. Will bleek een goede student in de kunst van het zich ongemerkt verplaatsen, zoals Halt al eerder had opgemerkt. Natuurlijk moest hij nog veel leren voordat hij het niveau van een ervaren jager bereikt zou hebben, maar Halt was tevreden over zijn voortgang. In elk geval wilde de jongen graag leren, zeker als het gaat om praktische vaardigheid van het sluipen. Het lag allemaal wat anders zodra het ging om minder spannende vakgebieden als kaartlezen of kaarttekenen. Will had de neiging om details die hem onbelangrijk leken weg te laten, totdat Halt hem streng terecht wees. Je zult merken hoe belangrijk precisie is in dit vak, als je een route plant voor een compagnie zware cavalerie en dan blijkt dat je op de kaart vergeten bent te vermelden dat er een rivier stroomt. Ze hielden Halt op een open plek in het bos. Halt liet een klein bundeltje vallen, dat hij op dat moment onder zijn mantel verborgen had gehouden. Will keek weifelend naar het bundeltje. Als hij aan wapens dacht, dan dacht hij aan zwaarden, strijdbijlen, goedendags en morgensterren. In elk geval zaten die daar niet in. Wat voor wapens? Hebben we ook zwaarden? Will staarde naar de zak op de grond. De belangrijkste wapens van de jager zijn heimelijkheid en stilte en zijn talent om nooit en nergens op te vallen, zei Halt. Maar als die tekort schieten, tja, dan moet je soms vechten. En dan hebben we een zwaard? Vroeg Will hoopvol. Halt knielde neer en maakte het pakketje open. Nee, dan hebben we pijl en boog, zei hij en legde ze voor Wills voeten op de grond. Wills eerste reactie was teleurstelling. Een boog gebruikte je voor de jacht. Iedereen had wel een boog en pijlen. Dat was meer gereedschap dan een wapen. Als kind had hij er heel wat zelf gemaakt van buigzame takken en een stevig stuk touw. Maar toen Halt niet zei, keek hij nog eens goed naar het ding aan zijn voeten. Dat, zag hij, was niet zomaar een buigzaam stuk hout. Een boog als deze had Will nooit eerder gezien. Voor het grootste deel had de boog een normale kromming, zoals elke andere boog. Maar de uiteinden bogen net weer de andere kant op. Will kende de gewone handboog, net als iedereen. Een lang stuk soepel gebogen hout. Deze was een stuk korter. Dit noemen we een recurve boog, zei Halt, die in de gaten had dat Will er niet veel van maken kon. Je bent nog niet sterk genoeg om een echte strijdboog te gebruiken. En met deze dubbele boog krijg je extra kracht en snelheid, zonder dat je harder moet trekken. Ik heb deze leren maken van de Temujai. Wie zijn dat dan, de Temujai? Woeste krijgers uit het oosten, waarschijnlijk de beste boogschutters ter wereld. En heb je tegen hen gevochten? Tegen hen en ook een tijdje naast hen, antwoordde Halt. Je moet niet zoveel vragen stellen. Will keek nog eens naar de boog die hij nu in zijn handen hield. Toen hij eenmaal was gewend aan de vreemde vorm, zag hij dat het wapen heel mooi gemaakt was. Het bestond uit allemaal repen hout die op elkaar waren gelijmd, waarbij de nerf steeds anders liep. Ze waren ook niet allemaal even dik. Zo ontstond die dubbele ronding, doordat de verschillende krachten op elkaar inwerkten en zo de uiteinden in een zorgvuldig gespannen evenwicht leken te houden. Misschien is het toch wel een echt wapen, dacht hij. Mag ik het eens proberen? Vroeg hij. Halt knikte. Als je denkt dat je eraan toe bent, ga je gang. Will pakte een pijl uit de koker die in het bundeltje naast de boog lag. Hij plaatste hem op de pees. Toen trok hij met duim en wijsvinger de pijl en pees naar achteren, mikte op een boom zo'n 20 meter verderop en liet los. Tjak! De harde boogpees knalde keihard in het zachte vlees van zijn onderarm, als een zweepslag. Will gaf een kreet van pijn en liet de boog vallen alsof hij van gloeiend heet ijzer was gemaakt. Er verscheen een rode striem over zijn onderarm. Will had geen idee waar de pijl was gebleven, maar dat kon hem op dat moment niet schelen. Dat doet pijn! Hij keek Halt woedend aan. Halt haalde zijn schouders op. Je hebt te veel haast, jochie. Ik waarschuwde je nog. Dat leer je misschien om eerst na te denken de volgende keer. Hij boog zich naar het pakket en trok er een leren armbeschermer uit. Die schoof hij over Wills linkerarm, zodat deze beschermd was tegen de terugslag van de pees. Will zag beschaamd dat Halt zelf ook zo'n ding om had.
Hij bedacht dat hij het al eens eerder had gezien, maar zich geen moment had afgevraagd waar het voor diende. Probeer het nu nog maar eens, zei Halt. Wil koos een andere pijl uit en legde die weer op de pees. Toen hij die naar achteren trok, hield Halt hem tegen. Niet met je duim en wijsvinger. Laat de pijl tegen de pees liggen tussen je tweede en derde vinger. Zo. Hij liet Wil zien hoe de pijl met de nok, de inkeping aan de achterkant, precies om de pees heen paste, die de pijl zo op zijn plaats hield. Toen deed hij voor hoe de pijl bleef liggen tussen het eerste kootje van zijn wijs, middel en ringvingers, met de wijsvinger boven en de twee andere onder de nok. En hoe hij daarna de pees kon laten wegglippen, zodat de pijl weggeschoten werd. Dat is beter, zei hij. En toen Wil de pijl naar achteren trok, ging hij verder. Probeer je rugspieren te gebruiken, niet alleen je armen, alsof je schouderbladen tegen elkaar drukt. Wil probeerde het en het leek alsof het trekken wat gemakkelijker ging. Hij kon de pijl ook beter stilhouden. Hij schoot een tweede keer. Dit keer miste hij de boom maar op een haar. Je ziet dat je moet oefenen, zei Halt. Leg de boog nu maar weer neer. Voorzichtig liet Wil de boog op de grond glijden. Hij was benieuwd wat Halt nu weer tevoorschijn zou toveren uit het bundeltje met verrassingen. Dit zijn typische jagersmessen, zei Halt. Hij gaf Wil een dubbele schede, zoals hij die zelf ook had aan zijn riem. Wil pakte hem aan en bestudeerde hem zorgvuldig. Er zaten twee messen in, het een boven het ander. Het bovenste was het kortste. Het had een dik en zwaar heft, gemaakt van een hele serie leren schijfjes die op elkaar geplakt waren. Tussen heft en lemmet zat een bronzen stootplaat en er was ook een bronzen pommel. Trek het er maar uit, zei Halt, maar voorzichtig. Wil trok het kortste mes uit de schede. Het lemmet had een vreemde vorm. Het was smal, vlak bij het gevest, maar werd al snel breder en dikker tot op driekwart van het lemmet. Daardoor was het zwaarst aan de voorkant, waar het eindigde in een korte maar vlijmscherpe punt. Wil keek Halt vragend aan. Dit is een werpmes, zei Halt. Dat brede gedeelte aan de voorkant zorgt voor evenwicht met het heft. En samen maken die delen het zo zwaar dat het, als je het gooit, flink wat stootkracht heeft. Kijk maar. Zijn hand bewoog gemakkelijk en soepel naar zijn eigen mes aan zijn riem. Met een vloeiende beweging trok hij het uit de schede en gooide het naar een boom vlakbij. Het mes boorde zich een flink eind in de bast en kwam trillend tot stilstand. Wil keek Halt bewonderend aan. Wat een snelheid, wat een precisie. Hoe leer je dat? Halt keek hem aan. Oefenen, jongen, oefenen en nog eens oefenen. Toen gebaarde hij dat Wil het tweede mes moest pakken. Dat was aanzienlijk langer. Het heft was hetzelfde met die leren schijfjes en er was ook een kleine maar stevige stootplaat. Het lemmet was zwaar en recht, met een mes scherpe snijvlak aan de ene kant en een stompe en zware lemmet rug. Dit gebruik je bij een gevecht van man tot man, alhoewel je, als je een beetje kunt boogschieten, het niet zo ver hoeft te laten komen. Je kan met dit mes ook gooien of er een zwaard mee pareren. Dit mes is gemaakt door de beste smid van het land. Je moet er dus heel zuinig op zijn en houd het altijd scherp. Dat zal ik doen, beloofde Wil plechtig, terwijl hij het mes in zijn hand bewonderde. Dit lijkt op wat de Noordse Skandiërs een hakmes noemen, ging Halt verder. Wil fronste zijn wenkbrauwen. Ja, het is eigenlijk zowel een wapen als een werktuig, van vissers oorspronkelijk. Maar gelukkig is ons staal veel beter dan dat van de Noormannen. Wil bekeek het mes grondig. Hij merkte de staalblauwe glans op en voelde hoe perfect het evenwicht was. Het heft en de stootplaat zagen er niet erg indrukwekkend uit, maar hij zag meteen dat het een vervaarlijk wapen was en besefte dat het veel effectiever kon zijn dan die onhandige stukken ijzer die de wachters op het kasteel als zwaar droegen. Halt deed voor hoe je de dubbele schede aan je riem vast kon maken, zodat zijn hand er gemakkelijk bij kon. Nu hoef je alleen nog maar te leren hoe je ze moet gebruiken, zei Halt. En je weet zeker al wat dat betekent, hè? Wil knikte grijnzend. Oefenen, oefenen, oefenen en nog eens oefenen.